Het schoolplein is leeg, maar binnen is het vol. Niet met kinderen, maar met vlooien. Ze zijn afkomstig van een familie steenmarters die tussen de plafonds leven. De overlast van het ongedierte bereikte gisteren zijn hoogtepunt. Nou, een leerkracht die in zijn lokaal wilde voorbereiden en daar een tijdje stond en vervolgens de vlooien op de benen had zitten. En dat was toch wel even paniek en toen hebben we het ook in meerdere ruimtes ontdekt. De isolatie van de plafonds is volledig kapot gevreten. En de marters poepen en plassen van zich af. Soms druppelt het zelfs naar beneden. Op deze plafondplaten zitten zelfs nog veertjes, waarschijnlijk van een vogel die is opgepeuzeld door de knagers. Zelf gaan ze ook wel eens dood, die marters. De kadavers rotten dan weg boven het plafond. Een penetrante lucht doordringt de school en de vlooien verspreiden zich. De ongediertebestrijding komt vandaag in actie. Alle lokalen worden ontdaan van vlooien. Ze zitten in dit lokaal, maar verderop in de school ook. Ze zitten eigenlijk overal. De Goede Herderkerk in Doetinchem werd onlangs ook al geteisterd door de knagers. De christelijk gereformeerden moesten een maand lang uitwijken naar een ander gebouw. Na meerdere reinigingsbeurten konden er pas weer kerkdiensten worden gehouden. De problemen op de school en tolkamer zijn nog lang niet opgelost. De steenmarter is een beschermde diersoort en mag dus niet worden gedood. Zit u met de handen in het haar? Ja, dat kunt u wel zeggen. Ja, inmiddels echt al met de handen in het haar. Ik wel altijd voor goede moed dat het opgelost gaat worden. Maar een school sluiten voor 2 dagen, dat doe je niet graag, nee. Voor kinderen die niet thuis kunnen blijven, is er opvang in een dependance van de basisschool. Om de marters echt te verjagen, zijn drastischere maatregelen nodig. Het complete plafond moet worden vervangen en alle hoeken en gaten waar de dieren doorheen kunnen komen, moeten worden dichtgestopt.